allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. En vandaag ben ik hier namelijk met een nieuwe plugin en deze is genaamd Advanced Ben, voornamelijk de 1.10 Minecraft versie. Wat kun je namelijk met deze plugin doen? Heel eenvoudig, je kunt mensen bannen, warnings geven, je kunt hun kicken, muten, unmuten, ban IP'en, je kunt van alles met deze plugin en je kunt zelfs ook de geschiedenis bekijken van spelers als deze al ooit een keertje gewaarschuwd zijn of verbannen zijn. En dat is namelijk echt de bedoeling wat ik jullie vandaag ga laten zien met mijn proefpersoon, mijn broer zijn account en dan ik die hem ga bannen en muten en weet ik veel nog wat. En dat ga ik jullie dus vandaag gaan laten zien. Deze plugin kan ook werken met een website, maar dan moet je namelijk een MySQL database hebben. En als je een Bungie Core server hebt, dan moet je deze namelijk alleen maar op je hoofdserver plaatsen. Maar ik weet niet waarom dat bordje met D daar stond. Maar nu uit, eerst wat ik ga laten zien is heel eenvoudig de verschillende commandos. Onderaan, hier in de Hieronder namelijk in de beschrijving kunnen jullie namelijk al de commandos zien met de permissies die je moet hebben om deze commandos kunnen uit te voeren. Plus je moet namelijk ook verschillende permissies kunnen geven aan andere spelers. En al die permissies staan namelijk bij mee in het documentje wat ik hier straks onder als, of ja, wat ik hier onder als link heb gezet. Dus dat is dat. En ja, weet je wat, we gaan eens gaan beginnen met de commando's. En als allerlaatste ga ik jullie namelijk laten zien hoe je het ook volledig in het Nederlands kunt zetten. Dit heb ik nog niet gedaan, maar dat kun je namelijk ook doen, alles in het Nederlands zetten. De eerste comment die ik ga over hebben... Dank u, C-Cleaner. Het eerste comment die ik ga hebben, dan moet je altijd op het linkse scherm kijken, want het rechtse scherm is mijn broer, die gaat eigenlijk gekickt worden of zoiets, is namelijk Warns en dan namelijk de spelernaam. En de spelernaam is mijn broer. Hetgeen wat je met Warns doet, is nakijken, heeft hij al ooit waarschuwing gehad? Oh nee, hij heeft nog nooit een waarschuwing gehad. Het volgende commando is namelijk slash check en dan de spelernaam. En dat is namelijk om te kijken hoe zijn IP-adres is, van welk land hij is, als hij al ooit is gemuut is, ooit is verbannen is, ooit waarschuwingen heeft gehad. Kun je allemaal zien met behulp van deze commando. Het volgende is namelijk de slash ban list. En als je slash ban list doet, ga je namelijk een hele hoop... Of je eigenlijk namelijk de hele lijst gaan krijgen van verschillende bannen. En dit is namelijk eigenlijk al eentje die ik al heb gedaan van mijn broer. En dat is namelijk dat ik hem heb verbonden. Dus hetgeen wat ik dan namelijk heb gedaan is vandaag dat hij meer doen. En normaal gezien moet het niet meer doen staan. En dan heb ik mijn broer eigenlijk verbonden. Maar hier staat Jensie op een of andere reden. Ja, de server is daar juist gecrashed geweest omdat mijn PC was uitgevallen. Misschien daarom dat hij zo'n beetje raar doet. Maar met slash banlist kun je dus namelijk kijken hoeveel bans er al zijn geweest. De volgende comment is namelijk slash kick en de spelernaam. En dan kun je hier namelijk de reden gaan zetten. Oftewel namelijk ook wel een voorbeeld example dus. Nu ga ik hier namelijk de reden zetten en ik ga gewoon reden schrijven. Dus hij wordt namelijk eigenlijk gewoon gekickt met de reden reden. Wauw. Dus hetgeen, ik ga hem eventjes terug op de server laten komen. En nu ga ik in plaats van reden, ga ik hier namelijk een voorbeeld gaan binnenhalen. En dat is namelijk ad example layout. En als ik dit namelijk ga doen, dan gaan we namelijk bij mijn speler gaan zien. You have banned for hacking, banned by Yancy. It seems like you are using a hacked client. Please disable it, unban it permanent. En dan hebben we namelijk het TS-IP en namelijk het forum-IP wat je ook nog kunt doen. Maar dit kun je namelijk allemaal volledig gaan aanpassen. Dan de volgende commandos die je ook nog hebt is slash ban. Om iemand te verbannen met de spelernaam, dan met de reden, oftewel ook weer zo'n layout. Dan heb je namelijk ook nog, het volgende is namelijk slash mute, om namelijk eigenlijk ervoor zorgen dat hij niet kan spreken. Met slash mute kun je ook namelijk doen dat de speler zelfs verschillende commando's niet kan gebruiken. Heel handig. Als je namelijk een drietal keer al... dat is niet met mute, maar dat is namelijk... De volgende is one. Als je namelijk al een drietal keer al een waarschuwing hebt gehad, word je automatisch van de server gekikt en zo ook nog verder. Dus dat kun je namelijk dus doen met warning. Als ik nu warning, en ik ga nu namelijk mijn broer eventjes een warning geven, kun je weer een reden, of kun je namelijk de layout, en ik ga nu gewoon warning reden zetten. Dus hetgeen wat hij namelijk gaat krijgen, dus ik ga hier, for the reason, reden, was successfully warned. Here you received a warning, reden. You have now one warn. Als ik nu namelijk hier,
LOL zet, dan heeft hij nu 2. Als ik hier nu L zet, heeft hij 3 en wordt hij automatisch inderdaad gekikt omdat hij de derde waarschuwing heeft gehad. Dit kun je namelijk doen tot 10 waarschuwingen en telkens met meerdere waarschuwingen kan hij namelijk ook gebannen worden voor verschillende dagen. En dit automatisch met de plugin. Heel, heel handig. Nu, als je namelijk iemand al hebt gewaarschuwd, kun je namelijk ook gewoon /unwarn doen. Dus unwarn. Oh nee, wat ben ik aan het zeggen? Het moet zonder naam zijn, dus namelijk unwarn en dan namelijk de ID. En ik heb dus nu waarschuwing 3 weggehaald, waarschuwing 2 weggehaald en waarschuwing 1 weggehaald. En 0 kan normaal gezien niet gaan. Dus nu heeft hij namelijk geen 1 waarschuwing meer op hem staan. Dus dit kun je net hetzelfde ook doen met unban en ook met heel eenvoudig unmute. Met dan wel de spelernaam die er nog achter moet komen. En dan heb je namelijk ook weer allemaal verschillende permissies voor nodig. Als je namelijk het IP wilt verbannen van een speler, moet je namelijk /ban IP typen en dan namelijk de spelernaam, oftewel het IP-adres. En dan kun je namelijk ook weer een reden geven, of namelijk een layout meegeven. Layout, zo spreek je, zo schrijf je layout. De layouts ga ik straks nog uitleggen hoe je deze namelijk kunt aanpassen. Maar namelijk met ban IP kun je dus heel eenvoudig ervoor zorgen dat zijn IP-adres verbannen is en dat hij eigenlijk zelf niet meer te goed op kan komen. Het volgende wat we namelijk hebben is heel eenvoudig temp ban. Met temp ban, temp mute en temp warn kunnen we er namelijk voor zorgen dat er maar een bepaalde tijd eigenlijk geband is. Als ik nu bijvoorbeeld temp ban, dan namelijk de speler doe en dan komt het volgende en dat is eigenlijk iets specialer. Hetgeen wat je kunt doen is MO met dan een aantal ervoor, betekent 2 maanden verbanden. Verband. Dan heb je ook namelijk XD. X is de hoeveelheid en D is dag. XH van de uren. Dan hebben we XS van het aantal seconden. En dat is namelijk het laatste. Dus X is altijd de hoeveelheid. Dan heb je ook namelijk ook nog hashtag time layout. En dat is namelijk een layout van de tijd. Dus die kun je ook namelijk gaan aanpassen. En dan heb je namelijk ook nog de reden die je achter de tijd kunt toevoegen. Dus ik kan bijvoorbeeld hier 10S typen en dan bijvoorbeeld de reden. Oftewel weer de layout gebruiken die al voor gemaakt is. En ik kan hier bijvoorbeeld de test achter zetten. En dan mocht mijn broer voor zoveel seconden dus eigenlijk hier niet op kunnen gaan. Als ik er nu al direct op wil gaan, gaat hij normaal gezien niet op kunnen. Dan moet hij nog 1 seconde dus nog wachten. En nu pas kan hij namelijk wel op de server gaan komen. Omdat zijn temporary ban voorbij is. En dan komen we namelijk nog bij de 3 laatste commandos die we hebben. En dat is namelijk history. Dat is helemaal heel juist geschreven. History. En namelijk /history in de spelernaam kunnen we namelijk gaan zien wat er allemaal al bij gebeurde. Zoals we hier kunnen zien is vrij veel bij mijn broer. Hij is namelijk al door de operator, verbannen geweest, denk ik. Hij is al permanent gekikt geweest. Nog een keer gekikt geweest. Waarschuwing gehad, nog een waarschuwing gehad. We hebben namelijk nog een pagina 2 wat we kunnen bekijken. Hier kun je dus nog zien dat hij nog een kick, waarschuwing heeft gehad, een temporary ban al heeft gehad. Kun je allemaal zien. Dit is trouwens de console, dus de console doet dit ook zelfs automatisch. Dus je kunt alles volgen van een hele speler. Het volgende zijn nog 2 commando's wat eigenlijk van de plugin zelf zijn, is advanced ban reload, kun je het herladen van de plugin zelf. Dan heb je ook namelijk de system prefs, en dat is om systeeminformatie of zoiets te krijgen. Ik heb dit zelf nog niet goed bekeken, dus ja, dat is dus dat. Server time, 20 minuten blijkbaar, staat mijn server al op. Ofwel is het 20 uur 5, net, het zal 20 uur 5 zijn. En dan mijn UUID. Dus ja, dat is namelijk eigenlijk alles wat je kunt doen op de server met deze hele plugin. En hetgeen wat ik jullie dan als laatste ga laten zien is de volledige config-file waar ik nu door aan het scrollen ben. En dan ga ik jullie nu gewoon de config-file laten zien. En dan gaan we afsluiten. Oké, zoals je kunt zien ben ik namelijk in mijn plugins folder gekomen. Ik weet het is misschien een beetje vlug gegaan met al de commando's. Dit komt namelijk omdat ik met mijn examens zit en alles goed op tijd wil afkrijgen. Dus we hebben hier namelijk advanced ban, we hebben hier de data, layouts en messages. Data is namelijk als je met een MySQL server wilt gaan werken. Dus we gaan namelijk eventjes de config gaan opendoen, de layouts en de messages. En dan ga ik het jullie zo dadelijk allemaal laten zien. Oké, we zijn nu eventjes aangekomen bij de config file. En bij de config file hebben we als volgt als eerste use MySQL.
wel. Als je dit opzet, dan heb je namelijk een database en kun je ook heel eenvoudig een website gaan gebruiken met behulp van MySQL. Dan hebben we namelijk Detailed Enabled Message en Detailed Disabled Message. Dat is heel eenvoudig. Als ik mijn serverprogramma er eventjes bij haal, gaan jullie normaal gezien iets te zien gaan krijgen. Nu moet ik het eventjes gaan zoeken in mijn serverbestand. Ah, hier hebben we het. Dat is namelijk dit. Dus als ik geen rechtermuis kan duwen, is namelijk Enable Advanced Ban blablabla met al de informatie. Dit kun je namelijk uitschakelen met behulp van dit. Dus dan zet je deze allebei op false. Ook als je je server uitzet, komt het. Zet je dit namelijk op false, dan gaat hij op startup en op shutdown. Dus als je hem opstart en afsluit, niet meer tevoorschijn gaan komen. Hetgeen wat we dan daarna hebben is als volgende, is time diff. Daar ben ik zelf niet aangekomen. Dat is namelijk om na te kijken hoeveel tijd jouw server staat. Staat je server 3 uurtjes later, moet je dit allemaal gaan aanpassen. Oké, het volgende is aan een leuke. En dit is namelijk de mute comments. Dit zijn namelijk de commando's die een speler niet kan gebruiken wanneer hij mute heeft. Zoals me, slash me en slash say kan hij niet gebruiken wanneer hij mute heeft. En dit is heel handig. Je kunt er gewoon heel eenvoudig in het toevoegen zonder namelijk de slash. Niet zoals hier staat Minecraft, dat dus niet. Het date format is als volgt. Je kan namelijk het formaat van de datums aanpassen. Zou ik zelf niet aankomen. Dan heb je hier namelijk de UUID fetcher. Je vraagt je misschien af, Jens, wat is dat? Ik ken dit helemaal niet. Heel eenvoudig, ik zeg het jou. Dat is namelijk om de namen na te gaan kijken van de spelers via Mojang zelf. Zoals hier de API van Mojang, gaat hij namelijk naar Mojang gaan om de naam van die speler volledig te gaan nakijken. Dat vind ik heel handig dat dit in de plugin zit. Het volgende is namelijk Warn Actions. Dit is namelijk, als je een aantal warnings hebt gehad, dan gaat namelijk de server dit zelf gaan doen. Wat ik zei, heb je 3 waarschuwingen gehad, gaat hij kick player vanzelf doen, you received a 3rd warning. Dit kun je volledig in het Nederlands zetten, je kunt alles aanpassen, hier staat zelfs uitgelegd wat je nog zelfs kunt gebruiken. De 4e keer wordt je temporary verbannen voor 30 minuten, 5e voor 5 uren, de 6e keer 7 dagen en de 7e keer wordt je zelfs een maand. Ben je 10 keer, dan krijg je gewoon een ban. Dan word je volledig verbannen van de server. Dat vind ik dus zo fijn aan deze plugin dat je dit kunt doen. En als laatste hebben we namelijk de temp prompts. En de temp prompts is eigenlijk gewoon, dan moet je even zelf kijken, dan kan je geven aan de mods, bijvoorbeeld aan de mods op je server, dat ze maar een maximum aantal tijd kunnen bannen of andere. Dus als je bijvoorbeeld deze permissie geeft, AB temp ban duration 1, dan gaat die normaal gezien maar 600 seconden, oftewel 10 minuten maximum aan temporary ban gaan doen. Dat doe je namelijk met AP temban en dan duration 1. Dus als je duration 1 gebruikt, is namelijk deze. Als je duration 2 is deze. Dus 3600 is 1 uur wat ze maximaal kunnen opgeven. En dat is namelijk dus heel handig, ook dat je dit zelf kunt toevoegen. En hier zijn we dan aangekomen bij de layouts wat ik daar straks dus al heb laten zien. Hier kun je dus namelijk aanpassen, band for hacking kun je weghalen, band by zou ik laten staan om dit misschien aanpassen. Dit kun je volledig aanpassen en dan moet je zelf niets meer gaan typen, dus je kunt zelf gewoon typen slash met die add layout en hup, hij gebruikt deze layout en deze kun je dus makkelijk gewoon zelf allemaal aanpassen. Net hetzelfde ook als met de example layout van de tijd kun je ook gewoon aanpassen. Alleen vind ik het raar dat hier 4 maand, 2 maand, 1 maand en zoveel staat. Dus dit vind ik best wel gek hoe dat dit opgesteld is. En hier komen aan het grootste bestand van allemaal, al de berichten. Zoals ik op het begin zei, je kunt alles aanpassen van deze hele plugin. Wel degelijk alles. Je kunt van general, je kunt de bands aanpassen, IP-band, de hele tekst kun je aanpassen, temporary band kun je aanpassen. Ik denk zelfs als ik het zo zie, dat die usage temp ban, dat je dit zelfs kunt aanpassen naar je eigen soort van commando. Maar daar ben ik niet zeker van, omdat er usage staat, dan denk ik van dat het wel werkt. Ik heb het zelf niet gedaan. Maar ik scroll nu vlug naar beneden en je kunt dus zien dat je al de commando's die ik je allemaal heb laten zien, volledig kan aanpassen. Maar ja, we zijn namelijk op het einde van deze video gekomen. Ik hoop dat jullie dit een heel leuke video vonden. Je liever dan een blauw duimpje mochten doen. Ik weet het, het ging een beetje sneller dan ik had zelf had gedacht. Maar dat komt namelijk omdat ik zit met mijn examens en toch voor jullie een video uit wil laten komen. Ook al had ik namelijk op mijn website en op Twitter en op Facebook gezegd dat er geen video ging komen vandaag. En ook niet in het weekend. Maar ja, hier is mijn broer trouwens, die gekikt en verbannen is. Maar ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Gelieve al de linkjes hieronder eens te bekijken. Met dan ook nog meer informatie en waar je ook namelijk de plugin zelf kunt afhalen. Mijn naam is Jens en ik zie jullie in mijn volgende video. Doei!